Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. En hij is hier, Rick Engelkes. Hallo. Hoi. Hi Rick. Hoi. Zo, daar ben je dan. Ik zei het al, iedereen heeft het over jou. Onze redactieleden waren helemaal op tilt vanmorgen dat jij kwam. Jij bent zeer populair bij de vrouwen. Wendt dat nou al een beetje? Nou, het wendt nooit natuurlijk. Nee? Dat soort dingen. Maar het is wel leuk. Ja, maar wat gebeurt er dan allemaal met je? Sturen ze je liefdesbrieven of ondergoed of zo? Ja, van alles, hè. Het gebeurt, ja, allerlei dingen. Wel eens liefdesbrieven of ze staan op je te wachten. Tenminste, ja, nu speel ik natuurlijk niet meer in de serie. En nu is het wat moeilijker om mij ergens te vinden. Maar, Nee, maar verder is het gewoon, heb ik gewoon een heel leuk leven. Geniet ervan, een leuk leven. Nou, in goede tijden, slechte tijden speelde jij dokter Simon. Dat is eigenlijk een ideale schoonzoon, kun je het wel noemen. En dan in toneelstukken, in De Minnaar en Gek van Liefde, speel jij een heel ruig type wat maar gooit en smijt met vrouwen. Van wie heb je nou meer? Van alle twee een beetje, denk ik. Toch? Ja, natuurlijk. Een beetje een mix. En alleen je vergroot het wat uit op de toneel. Dus in toneel heb ik dat ruigere wat meer uitvergroot. En in goede tijden ben ik wat meer de ideale schoonzoon. Ja. Dat zei ik al. Maar goed, je hebt van alle twee een beetje. Dus je bent in je privéleven ook zo. Ja, soms wel, ja. Nou ja, dat weten we dan weer. In goede tijden, slechte tijden ben jij naar IJsland vertrokken. Maar ik heb geruchten gehoord dat jij weer terugkomt. Ja. Vertel. Ik kom weer even terug, ja. Even? Ja. Dat mag je al verklappen. Wanneer ongeveer? Ik denk dat het al over een week of twee, drie gaat gebeuren. Over een week of twee. Nou, speel je momenteel in Gek van Liefde, heb je een relatie met je halfzusje. Gespeeld door Frederik Huids. Ja. Dus die ken je al, want in GTST waren jullie getrouwd. Nu zijn jullie weer geliefden. Hebben jullie een soort abonnement op elkaar of zo? Nou, dat is 5 jaar geleden. Ik bedoel, het is 5 jaar geleden dat wij in goede tijden samen speelden. En nu werd het wel weer eens tijd om samen wat te doen. En dit stuk, dat past. Dat wilde zij graag spelen. Ah, of heb je haar gezegd van neem Frederik maar, want dan kan ik het goed mee vinden of zo? Ik heb daar wel gezegd, ja, van tevoren dat ik heel graag met haar wilde spelen. Nou, jullie hebben in het stuk een bijzondere relatie. Ja, het staat bol van de haat, de wellust, de agressie. Ja. Het heen en weer gesmeed. Jullie kunnen niet zonder elkaar leven en niet met elkaar leven. Heb jij ooit zo'n relatie gehad waar je uit kon diepen? Ik heb wel wel lastige relaties achter de rug. En waar dat ook wel heftig aan toe ging, ja. En waarom was dat dan, joh? Je lijkt zo aardig schoon zo. Ja, dat ben ik ook wel. Maar uit onmacht soms doe je soms hele rare dingen. Maar waarom heb je dan onmacht? Ja, Jezus, omdat je... Ik heb heel veel dingen gedaan die ook niet goed te praten waren. Heb je in de goot gelegen? Nee, ik heb niet in de goot gelegen. Maar wat is dan... Want mensen hebben vaak een oordeel over je van... Nou, dat kan niet door de beugel. Maar wat kan er dan niet door de beugel? Het is natuurlijk ook in het stuk zo dat zij in het begin ruzie hebben over het feit dat ze alle twee iemand anders hebben of vreemd gaan en dat soort dingen. Oh, je was een vreemdganger? Heb ik ook gedaan, ja, vroeger. Oh. Ja. Het is 5 uur middag, we gaan gauw door. wel eerlijk dat je het zegt. Wel eerlijk, ik krijg er helemaal warm van. Nou, dat is niet de bedoeling, hoor. Ik vind dat heel moedig als je dat zelfs... Ik doe het zelf nooit, maar dat kan ook gebeuren. Nee. Maar dat moet je wel leren natuurlijk, hè. Dat doe je nou niet meer. Nee, dat doe ik nou niet meer. Geweldige vrouw. Daar gaan we het ook nog over hebben. In Showtime heeft een reportage gezeten over Gek van Liefde. En wij hebben daar een stukje van kunnen krijgen. Het doet veel. Je hebt de Rick Engelkes producties. Je speelt in theater. Een modeprogramma van boven het ondergoed doe je nog. Ben je dan van plan om minder te gaan werken als de kleine er is? Ik probeer er wel rekening mee te houden. Laat ik zeggen, nu in de maand december heb ik vrijgenomen. Helemaal om er ook wat meer dus dit soort vragen te kunnen beantwoorden. Erop voor te bereiden. En als ik klaar ben, of in maart neem ik ook vrij. En dan is het per periode gewoon. Kijk, ik blijf wel gewoon mijn werk doen en alle dingen doen. En Annemarie ook. En daar vinden we wel samen wel een weg. Ah, jullie lijken me een heerlijk gelukkig stel. En Annemarie zit natuurlijk thuis te kijken. Kijk eens. Ik heb al wat voor de kleine. Hoop je op een jongen of een meisje? Ik weet het al. Je weet het al? Ik weet het al. Dus je hebt ook al namen?
Ja, we hebben ook al een naam. Ja. Kijk, het zijn de sokjes. Mooi, oh leuk. Ja? Het is voor Koninginnedag altijd heel altijd erg... Altijd helemaal goed, hè? Altijd helemaal goed. My cat will keep me warm. Nou, ik vind het fantastisch dat je vader wordt. Je hebt een hele mooie lieve vriendin en fijn dat je er was. Ik hoop dat je niet te veel ellendige dingen hebt gevraagd. Dat was niet mijn bedoeling. Nee, ik vond het heel Rick Engelkens, dankjewel.